Milo en Patrick zijn buren geworden. Ja, ze zijn hele leuke buren van elkaar. Het huis is echt heel verschillend. Ja. Wow. Wow. Oh. Er zitten hier hele grote dingen in. Volgens mij kan je eigen paddenstoel maken. Je eigen paddenstoellamp. Met klei en van die foamballetjes kan je eigen paddenstoellampje maken. Dat is echt leuk. I love it. Dit is heel cool. Ja. Er zitten heel veel spullen in. Het geweldige lampje. Ja, en als je deze eruit trekt dan, en die omzet, dan ja, kijk. Doe je. Oh. Ja, je kan er gewoon uittrekken. En als je deze aanzet. Oh. Is een hele leuke paddenstoel. En dan heb je hier nog van dat foamklei waar ik het paddenstoeltje mee kan bedekken. Hele kleine balletjes en gewoon normale klei volgens mij. Ja, een beetje slijmklei. En ook met hele handige uitleg. Maar ja, met zwanning. Ja, er staat ook bij hoe je deze diertjes moet maken. Ja, wij gaan allebei het slakje maken, want die vinden wij echt heel leuk. Cute. Ja, ook heel cute, ja. En dan hebben we hier iets met allemaal vormpjes die je kan uitdrukken. Ja. En die kan je dan hier opzetten. En dan heb je ook echt een hele achtergrond. Ja, dat is echt heel vet. Echt heel... Eeuw, de slijm. Oh, dit is lekker. Oh. Ik moet ook plekjes vrijlaten voor rondjes. Oh ja, dat alles klopt. Want het is rood met witte stippen. Oh, zalig. Hoe krijg jij dit uit? Oh zo. Zalig. Dit is van dat foam. Nu gaan wij de deur maken. Eerst gaan we een balletje rollen. Oké. Dit is echt heel lekker. Ja, hè? Oh. Ik ga een slak maken. Ik ga deze op. Echt? Ik weet niet of ik dat erop ga doen. Ziet er wel heel cool uit. Nou, dit zijn onze slakjes. Ja. Die van mij heet... Mijn heet Patricia. Nee, Patrick. Mijn heet Patrick. Mijn heet Pablo. Nou, hebt hier een groen platform. En daar kan je deze dingen moet je zo uitdrukken. Ja. Dan kan je ze zo erin zetten. En met deze klei ga ik ze ook nog een paadje maken voor het huis. Ik heb er net al een paadje meegemaakt. En let's do it. Nou, hij is klaar. Ja. Kijk, is heel mooi. Heel leuk. Vooral in het donker is hij cool. Ja. En nu kunnen we de paddenstoel opzetten en Pablo natuurlijk. Ja. Pablo en Patrick zijn buren geworden. Ja, ze zijn hele leuke buren van het huis. Het huis is echt heel verschillend. Ja, ja. Maar ik heb dus net het paardje gemaakt en ja. Ik ook. Ik heb zo gewoon een beetje... Ja, wat vind je ervan, Pablo? Wat vind je van Patrick? Leuk? Toen was het stil. Diepe stilte. Ik denk dat hij het leuk vond. Maar jij hebt een stenen paardje en ik heb zo, ja... Ja. Like deze video en abonneer. Dan zien we jullie de volgende keer weer. Doei! Ik ook. Ik vind het echt heel leuk geworden. Met Pablo en Patrick.